futloos, vies, vaag haar heb waar veel aan afgaat. Ja? Nog nooit iemand zoveel van haar mocht afknippen. Even een duimpje omhoog onder de video, wie ook altijd een kopje thee bij de kapper koud laat worden. Dankjewel, Mirjam. Mezelf bij een spiegel. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Familie Floris, goedemorgen. Papa. En wie hebben we hier? Wie hebben we hier? Hebben we opeens vier kindjes? Huh? 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 Hoe kan het nou? Bella. Oh, is dat Bella? Een tweelingbaby. Goedemorgen, ja. Papa heeft gisteren buiten de vlog om nog even iets opgehaald. Toen de kinderen sliepen, ik denk ze zijn open tot 10 uur. Hier gaan we mee vakantievloggen in de lucht. Maar doet het die wel goed? Ja, ik moet nog heel veel leren, maar ik heb hem gisteravond in elkaar gegeven. Weet jullie wat dat is, kinderen? Nee. Ja, een droom. Een droom. Een camera die in de lucht kan vliegen. Ja. Die hebben we extra aangeschaft om mooie vakantiebeeldjes te kunnen gaan maken. Gisteravond heeft Daniel ook nog heel veel geoefend met de drone. Dat was buiten de vlog om, toen lagen de kinderen al op bed. Maar toen heeft hij nog geoefend. Ja. En dan moet je straks hem even laten zien. Ja, en het was donker. Ik stond in mijn zwembroekbed en een lantaarnpaal. Ik dacht van ja, een beetje eng. Ik kende die machine niet. Maar ik heb hem in beginnersmodus gezet. Dus dan gaat hij niet te hoog. Mm-hmm. En niet te hard. Mm-hmm. Maar ja, ik heb wel wat zwembroekbeeldjes. Dat je de stad kan zien in avondverlichting. Oh ja? Zal ik dat hier even tussen plakken? Plak dat hier maar tussen. Nou, dan komen er nu even beeldjes wat gisteravond Daniel nog heeft gefilmd. Mama, als de kinderen lekker vrij zijn, gaan we samen oefenen. Mama, bellen we stemmen van de nu ontbijten en naar die daar liedjes aan het zingen zijn, is Luan de honden aan het uitlaten en natuurlijk is Daniel de drone aan het uittesten. Die kon het niet laten, Luan is daar te nieuwsgierig naar. Ze zei, nou kom, ik laat het wel even zien. Dus het is nog vroeg in de ochtend zoals jullie zien. Het wordt trouwens sowieso heel laat pas licht. Dus het is nu, volgens mij is het nu 7:15 of zo. En kijk, ben je de zonsopgang aan het... daar is hij, ik zoom hem even in. Dat is hem. Het is een heel leuk contrast. Jij helemaal in je zomeroutfit en Leo in zijn winterjas. Nou, we staan hetzelfde beeld. Mama gaan we helemaal de lucht doen. Oké. Okay. Dag. Daar staan wij. Nou, dit is de drone. Ik heb hem in de beginnermodus aan. Moet je kijken, Lu. Kijk eens. Kijk, en dan zegt hij zo meteen. Piepje. Een boerderij bedoel je? Ja, een boerderij. Oh ja. Wat staat hier? Huis. Huis. Ja. Papa heeft de bakfiets klaargezet. Even gauw een kopje koffie en een kopje thee. En mama's lekker havermout. En dan gaan we alweer. Nou. Zeg maar tot straks, lieve meisjes. Mooi hoor, schatje. Wat wordt dit voor een tekening? Van? Hallo Kitty. Hallo Kitty. En de eenhoorn. Heel mooi. Nou, terwijl Luxie even haar ochtendslaapje doet en Lucilla beneden aan het spelen is, ga ik mezelf heel even opmaken. Dat had ik vanochtend nog niet gedaan, daar heb ik nog niet echt de tijd voor gehad, zoals jullie zien.
En ik ga vandaag naar de kapper. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Het is voor mij meer dan een jaar geleden dat ik überhaupt mijn puntjes heb laten knippen. Maar zoals jullie zien, mijn haar is ook echt... het is sowieso vet. Ik moet het sowieso wassen, maar dat doen we straks bij de kapper wel. Ik heb heel erg uitgroeien, zoals jullie zien. Overal een beetje dode plukjes tussendoor. En mijn haar is heel erg uitgevallen na mijn zwangerschap. Maar met het gevolg dat ik nou echt futloos, vies, vaag haar heb. Waar ik zelf al iedere ochtend aan irriteer als ik in de spiegel kijk. Denk ik, oh, moet ik nou met mijn haar weer gaan doen? Wat ik wil gaan doen vandaag is dat ik eindelijk weer een keer naar de kapper ga. En ik wil echt een model in mijn haar laten knippen. Dus niet alleen maar die puntjes, maar ik wil echt een modelletje in mijn haar. En ik wil mijn haar laten verven. Ik heb het jarenlang zelf geverfd met gewoon een blonderingsspul. Dus deze zeg maar, die hier onderin ziet, hierboven is een beetje mijn eigen haarkleur. Is wat donkerder. En in de loop dat ik ouder word, word ik ook donkerder wat haar betreft. Maar dit heb ik altijd een beetje zelf een beetje geverfd met de huistuin en de keukenmiddeltjes zeg maar. Maar ik wil nu gewoon, vooral nu weer de nieuwe periode aanbreekt, de herfst aanbreekt. Wil ik weer even lekker fris en goed een nieuwe koep hebben. Dus ik ga vanmiddag gaan we naar de kapper toe. Maar dat is pas vanmiddag. Eerst moet ik het hele huis nog opruimen. Dat ga ik zo eventjes vlug doen. Jullie mogen raden. Wat voor een kleur denken jullie dat ik mijn haar ga laten verven? Dat is nog even een verrassing. Dat ga je straks zien en niet stiekem doorscrollen. Maar ik wil dus gewoon echt eventjes weer een leuke, frisse, nieuwe koep. Dus dat is wat we straks gaan doen. Maar ik ga hem eerst eventjes opmaken. Als ik mijn vingers knip, kan ik heel snel. Heb ik me opgemaakt. Let op, hè. Tadaa! Opgemaakt en wel. Wil je nou zien hoe ik dit precies heb gedaan? Kijk dan even op mijn Instagram account. Ik heb op Instagram TV een nieuwe video geüpload met mijn hele ochtendroutine. Farah_Bellinga, dat is mijn Instagram account. En nu gaan we weer naar beneden. Oh nee, eerst even aankleden. Oh nee, trouwens, ik ben al aangekleed. Ik ben even door de war. Ik heb dit vandaag aan, want het is vandaag een warme dag. Luxie is inmiddels wakker van haar slaapje. Lucilla die gaat nog even lekker Hoezel en Pim kijken. En ik ga met Luxie even poetsen. Ik heb even de poetsdoekjes in een vuilniszakje mee. En ik ga even boven wat poetswerk doen. Want het is weer een beetje een bende in huis. Dus dat gaan we weer eventjes doen naar Luxie. En ik neem haar mee. Ik kan ze even een beetje rondom mij heen spelen. Badkamer is ook een rommeltje. Kijk, een beetje een rommeltje. Dus het ga even opruimen. En dan ga je dan maar kijken. Goed? Het is mooi. Ga er maar even naar kijken. Zetten we dat zo tussen je voetjes in. Zo, beentjes even zo. Nou, gaat Luxie hier even lekker spelen. En mama gaat hier even al die troepjes opruimen. Al die troepjes die hier liggen. En tadaa, opgeruimd staat netjes. Goed zo, het is een hele tijd later. Ik heb de badkamer helemaal af. En nu ga ik even bij Lucilla op de kamer voor de rest schoonmaken. En opruimen. En ze helpt mee, kijk. Mama, waar zijn deze kleertjes in? Ja, ga maar bij elkaar zoeken. Waar is deze baby? Ja, oh, die is niet voor jou. Ja, kijk eens. Waar zijn deze kleertjes? Dat weet ik niet, schatje. Moet je zoeken. Hier tussen al je rommetjes. Dan gaan we even sorteren in alle bakjes. Goed? Haarbandjes bij de haarbandjes. Kijk hier, alle haarbandjes. Kijk, en mijn knoopjes. Ja, zo. En deze is een haardingetje, doen we hierin. Dit is een haardingetje. Ja. En dan hebben we hier nog een haardingetje. Sieraden doen we in jouw sieradenbakje. Zie je dat? En borsten. Alles even sorteren. Doe die maar weer hierin, bij de make-upjes. Zie? Een vriendenboekje. Een vriendenboekje, die doe maar gewoon met de boekjes. Die leg maar even apart neer. Ja. Horloge daar. Dit en kan hier nog een boek. In de zak. En hier, man. Ja, alle boekjes ook bij elkaar. Goed zo. Mag goed helpen. Zo, wij zijn echt inmiddels alweer een hele tijd verder. Inmiddels hebben we geluncht en Lucilla is met oma mee. Want het is weer dinsdagmiddag en ze gaat weer lekker spelen bij oma. En dan halen wij straks Luan van school op. En dan gaan we meteen door naar Lucilla. Maar dat is niet helemaal waar, want Daniel gaat ook nog even naar kapper met Luan naar tante Mirjam. Die knipt even de puntjes. Uit school ga ik met Luan naar tante Mirjam mijn haar laten knippen. Ja. En Luan wil ook zijn haar even mooi. Dus het liefst zoals neefje Mitchell nou zijn. Ik ga zo meteen wel naar de kapsalon toe om mijn haar ook helemaal te laten verven. Dat heb ik echt al heel lang niet gedaan.
Dus dat wil ik echt even goed laten doen. Dus niet maar alleen maar de puntjes. En ik wil er echt even iets van maken, zeg maar. Ik wil nog even kijken wat voor soort kapsel ik wil. Want wat ik jullie vanochtend had verteld, wil ik echt een bepaald soort kapsel. Gewoon anders dan gewoon recht toe recht aan de puntjes, zeg maar. Ik heb hier even mijn iPhone en dan had ik even gekeken naar leuke blonde kapsels. Ik zal dat jullie even laten zien. Kijk, hier heb ik leuke blonde kapsels ingetypt bij Google. Hier ga ik even kijken wat ik een beetje leuk vind. Wat voor soort modelletje ik leuk vind. Kijk, dit is wel heel kort. Maar Daniel, je houdt niet van kort, hè? Nee. Die? Dat vindt Daniel niet leuk. Of vind ik dat op zich wel grappig. Maar ik heb om even jullie een beeld te geven. Ik heb heel dun, piekerig spriethaar. Dus als je het heel kort bij mij doet, dan hangt het ook heel plat langs mijn gezicht, zeg maar. Er zit geen volume in mijn haar. Dat is een beetje het nadeel. Zowel als lang is het een beetje futloos, als kort is het een beetje futloos. Dus het is altijd een heel dingetje om mijn haar mooi te krijgen, zeg maar. Kijk, deze. Dat, zien jullie hem? Dat vind ik op zich wel heel erg leuk. Alleen dat is met een pony. Vind jij een pony leuk? Nee. Nee? Maar ik vind het wel leuk staan. Oh, deze is ook leuk. Kijk. Die is ook leuk. Zo schuin. Maar ik weet niet of mijn haar zo blijft zitten. Het zit zo volumieus. Zo kort. Een boblijn. Ja, nee, het is geen boblijn. Zo. Daniel had niet van kort. Maar ik heb gewoon niet zo van het leuke haar. Dit lijkt me ook wel leuk. Maar ik weet niet of dit zo volumieus bij mij blijft zitten. Ja, deze vind ik wel leuk, schat. Nou, we gaan in de kapsalon checken hoe en verder. De auto is geparkeerd. En we zijn precies op tijd voor Farah haar lekkere wellness for hair. Het is echt al heel lang geleden dat ik überhaupt bij een echte kapper ben geweest. Ik heb altijd alleen maar de puntjes laten knippen bij jouw zus. Maar nu ga ik het ook echt helemaal verven, een hele andere kop. Dus we zijn benieuwd. Let's go. Ja, heel leuk, ja. Heel leuk. Hallo Jantien, op de minuut. Heel leuk dat je er bent. Hallo. Fijn dan. Ja, natuurlijk. Yes. Wij zitten even in de kapsalon te wachten op onze beurt. En ja, Farah is natuurlijk. Wat voor een koep zou ik dan doen? Wat voor kleur zal ik doen? Wil ik rood? Wil ik bruin? Ja, rood. Wil ik brunet? Of ja, wil ik zwart haar? Niet. Zoals Marten van Klaasje of van K3. Of toch zo lekker felblond als Klaasje? Ja, nee, wat vind je leuk? Ik heb het ook wel eens rood gehad. Ik heb vroeger, in mijn jongere jaren, heb ik roodachtig haar gehad. Vind je het niet leuk? Of zal ik iets bruiner doen? Zoals Hanna. Dus zo rood als Hanna. Ik denk een beeld, serieus, hè? Vind je blond dan mooi bij mij? Ja, blond. Daar ben ik voor gevallen. Nou, lekker kopje thee. Dankjewel, Jantien. Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Ja. Kijk, ik zat een beetje te denken hier aan. Een beetje zo'n soort kleurtje. Oh, ja, leuk. Deze vond ik wel leuk. Want echt, ik heb een hele dunne, piekerige haar. En bedoel je dan de lengte van het knippen of de kleur? Allebei. De kleur is allebei. Anders, hè? Maar dan moet je allemaal verschillende highlights, hè? Okay. High en low lights. En wat is dit? Is het hetzelfde? Ook een heel ander soort werk, hoor. Ah, ja. Die is heel leuk. Die vind ik heel leuk. Ja, die ben je zelf ook allemaal eigenlijk high en low lights. Nou, Farah, ik ga Luxie slaan wandelen. Jantien, ik vertrouw je toe. Dit is het nu. Het was leuk. Ja, je ziet me zo nog. Als de baby slaapt, kom ik terug. Ja, dat is ja. Ik heb even een statief geregeld, kijk. Een shampootje. Een shampootje uit de keuken. Nee. Achteratief. Ja. Nou, eens had ik graag de baby's daarvan. Ja. Zo reken je het wel, hè? Ja, dat is goed. Nou, leuk. Dank je. Tot zo. Nou, dat is dus Jantien hier in de vlog. Die kennen we al heel lang. En nu doet ze voor het eerst een keer mijn haar. Ja, vind ik heel leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ja, en ik laat me helemaal over aan jouw expertise. Nou, geweldig. Dank je. Dus hoeveel centimeter ongeveer is dat? Hoeveel er afgaat, dat is 15 hoor. Over 15, nou, die gaan we doneren, hè? Dat kan toch ook niet? Normaal wel, maar omdat er ook wat dooiere puntjes nog in zitten, raad ik de dood haar. Dat is erg jammer. En het mag ook niet geverfd zijn. Nee, dus helaas. Ja. Geef niet. Mag je kind naar beneden doen? Ja, ja hoor. Luxie, slaap lekker. Slaap lekker netjes. Ik heb Luxie even lekker in slaap gewandeld. Maar Jantien en Zarel, ze zijn hier wel eventjes lekker druk bezig met z'n allen.
Ik zeg, hoe laat zijn jullie klaar dan? Nou, een uur of vijf. Een uur of vijf? Dus ik ga even naar huis de dingetjes ophalen. Lucie staat daar. Dan zien jullie straks weer. Bel je als je klaar bent, hè? Ja. En dan jullie ook weer. Die is net lekker zo. Met jouw pluk ook. Met jouw pluk ook omhoog. Met de pony. Jantien, in alle 10 jaar dat ik nu met Varen samen ben, heeft nog nooit iemand zoveel van haar mogen afknippen. Mooi, hè? Heel leuk, heel leuk. Knap, hoor. Heel gaaf om te doen. Ik zie jullie straks. Wauw, die neem ik mee. Nou, en daar zit ik weer. Daar zit ik weer met mijn jonge Luan. Hey, vent. Hey. Was het leuk op school? Ja. Hey, wij gaan eventjes naar Tante Mirjam toe. Onze lange haren, hè? Doe je jouw haren zo? Zijn alweer lang, hè? Gaan we ze even lekker laten knippen? Ja, maar eigenlijk wou ik lekker lang haar zoals Mitchell. Oh, hij wil eigenlijk net zo'n soort kapsel als zijn stoere neef Mitchell. Die hebben jullie misschien op de Bellinga Fanshow wel even kort gezien. Maar dat kan Tante Mirjam wel gaan fixen. Dus wij zeggen op naar Tante. Mirjam. En ik ben al heel groot, dus ik hoef niet meer zo'n laakkussen. Nee, hij heeft nu nog wel een oud stoeltje onder zich, maar de knipstoelkussen heb je niet meer nodig. Nee. Dus wij nemen jullie lekker mee naar Tante Mirjam, die ons mooie jongenskapsel gaat knippen. Huh? Ja. Nou, dan zijn we weer bij Tante Mirjam in de kapsalon. Hoi zus, alles goed? Alles goed hier. Nou, super. Luan, hoe wil je het hebben? Nee, zo niet. Zoals een grote neef, dat knipt Tante Mirjam ook altijd. Dus, Dit is Luan nu. Als we in de vingers knippen, is Luan. Sorry, jongen. Wat vind je ervan? Zo. Vind je het leuk? Ben je er blij mee? Geef je tante een dikke kus? Doe er niet meer aan. Nee. Oh, zo wel. Nou, dus, dankjewel, hè. En nu papa, kijk, want ik ga ook weer naar hetzelfde zomerkuifje. Kijk hoe die zit. Vogelen met je haar, precies. Kijk, dit is het kapsel geworden. En we hebben hier net even de kleurtjes gekeken. Mijn hele haar wordt dus deze kleur. En dan gaan we er plukjes doorheen doen van heel licht blond. Met dit grijsachtige, is het een beetje grijs of bruinachtig tintje? Een beetje astintje. Asdonkblond. Met plukjes, ja. Dus dat, die verf gaat ze nu klaarmaken. En dit is een beetje nou de coupe geworden. Ik ben er hartstikke blij mee. En dit is jouw eigen lekker. Haarkleur. Dit is, oh ja, dit is mijn eigen haarkleur. Wat grappig. En zo ziet het er nu uit, jongens. Ik ben er echt hartstikke blij mee. Het zit er heel erg lekker soepeltjes. Achter is het ietsjes korter. En voor is die, loopt hij ietsjes langer. Oh ja, en mijn kopje thee. Even een duimpje omhoog onder de video. Wie ook altijd kopje thee bij de kapper koud laat worden. Dus ik word ook wat blonder. Weet je, liefst zoals iets blonder. Niet dat heel extreme, maar... En ik doe het weer lekker zoals ik mijn haar ook had met de Vita-board. Want dat vonden jullie allemaal toch het leukste. Zeiden jullie al in de video. Dus dat gaat mijn zus doen. Als ik mijn vingers knip, ben ik betoverd. Nou, ik krijg nog even een lekkere nekmassage van mijn zus staan. Moment suprem. Oh joh. Die ligt er. Kijk. Nou, Lu, we zijn weer helemaal mooi gemaakt. Dankjewel, Mirjam. Graag gedaan. Toedeloe. Doei. We zijn inmiddels weer een hele tijd verder. En dit is hoe het nu is. Ze heeft net de uitgroei bijgewerkt. En we gaan nu het gele gloedje even van mijn haar afhalen. Dan gaat ze ook met een spulletje inwassen. En dan gaan we die plukjes in het haar zetten. Heel erg benieuwd. Dus ik ga nu weer even naar de wastafel. Daar gaat ze dus het gelige gloedje, dat is van mijn eigen haringsverf die ik altijd heb gebruikt. Die gaat ze eruit halen. Dus ik ben benieuwd. Maar ik ben hier echt al heel erg blij mee, jongens. Echt super. Ik weet niet of jullie dit goed kunnen zien. Achter. Dit is achter. Misschien kan ik het even vloggen. Zo. Kijken hoe we het doen. Zo. Dan gebruik ik, zo. Dan gebruik ik jullie even als spiegel. Kijk, dit is het achter. Superleuk. Hé, hey, en wie is hier wakker? Zit je er weer gezellig bij? Ja, kijk hoe mama dat doet, hè, in de kapsalon. Ja, en jouw haartjes die groeien ook dan vanzelf, hè? Dan weet je precies hoe dat gaat. Nou, ik zet ze hier bij de wasbakker bij. En dan gaan we hier de haar even wassen. En mijn rammelaar. Nou, Luxie zit daar in de kinderwagen met de rammelaar. Ja, mama die zit weer bij de wasbak. Ze gaat zo mijn haar even ont... hoe zei je dat nou? Ga even een tonen aanbrengen. Kleurcorrigerend is het. Kleurcorrigerend. Het is nou een beetje geel, hè? Dus dat gele? Ja, om het gele weg te halen. Om het gele weg te halen. Luxie zit daar lekker te kijken. Hier, mama.
Wij zijn inmiddels aangekomen. Luan en ik hebben net Woezel en Pip opgehaald. Hij gaat vast lekker spelen met Lucilla en Oscar en opa en oma met Woezel en Pip. En dan moet ik mama en Luxie ophalen. En dan zijn we heel benieuwd hoe hun zijn geworden. Dus veel speelplezier en tot zo, hè, Lu? Ja, ik zie je straks naar tot zo. Ik stond dus net klaar bij Farah. Ja, nee, zegt ze. Ik moet nu nog andere highlights in. Ik ben nog wel eventjes bezig. Ga jij maar even vast met Luan even eten bij opa en oma. En haal mij dan maar na het eten op en neem maar een pakje voor mij mee. Nou, nu ik dan hier toch nog ben, heb ik ook nog even kans om met onze drone, wil ik de mooie spiegel ook nog even met een drone shot uitproberen. Ja, Svaren de Lange heeft bij de Wellness for Hair, heb ik even tijd met mijn drone. Opa en oma zeiden, prima, doe maar rustig aan. Terwijl Farah hier achter mij bij de Wellness for Hair nog lekker helemaal behandeld wordt, kan ik nog even wat mooie dronebeeldjes maken met de ondergaande zon. Geniet van deze droombeeldjes. En waar ik net was bij Theater de Spiegel, was het protected area. Kon ik niet omhoog, dus zelfs dat werkt heel goed op de droom. Naar het wasbeurtje. Heel anders. En nu gaat ze de plukjes er doorheen doen. Ik zit even de verf te klaarmaken. En ondertussen ben ik Luxie eventjes aan het voeden. Het is een beetje... Hoe noem je dit kleurtje? Is er een naam voor dit kleurtje? Ja, iets als asblond. Asblond noem je dit. Ik vind het super mooi. Kijkt heel anders opeens. Ik zit nu met de plukjes zilver in mijn haar onder de warmtelamp. En die moeten even intrekken. Luxie heeft ondertussen een slaapje gedaan. Ze is net wakker geworden. Hallo Lux. Wat heeft mama daar? Wat heeft mama daar? Schatje. Ik zit helemaal zo te kijken van wat heeft mama nou? Ik ben heel erg benieuwd naar hoe deze plukjes gaan worden. En dan zijn we er bijna jongens. Het is een langer dagje geworden dan gedacht. Want het was best nog wel wat intrekwerk en zo. Maar als het goed is, hebben we dan ook wat. Dus ik ben heel benieuwd. Het eindresultaat. Daniel die is bij Lucilla en bij Luan, bij opa en oma. Die eten daar een hapje mee. Eigenlijk was ik ook van plan daar mee te eten. Maar het wordt dus wat later. Dus ze nemen lekker een hapje van mij mee. En dan eet ik zo thuis even lekker oma's hapje op als ze thuis zijn. Luxie? Jij? Ja. Daar zitten we samen. En je doet het zo goed. Ja, je doet het zo goed. Ja. Je kijkt helemaal naar de... Oh ja, dan kijk nou naar de camera. Mama op schoot. Zit mama weer onder een andere kap? Zit mama weer onder een andere kap? Oh ja, dit is een warmtekap. Alles even warm intrekken. Ze zit helemaal te kijken, jongens. Kijk naar de oogjes. Wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal? Wat is dat dan? Welke kleur krijgt mama nou? Ik kan hier ook nog volume maken. Ja. Dan pak je zo'n pluk. Ja. Oh. Dan doe je daar bij je hol of thuis. Ja. Oh, ja. Hier bijvoorbeeld ook. Ja. Pak je een pluk en dan ga je hier een beetje draaien. Oh. Dus dan een pluk omhoog doen en daaronder doe je het. En dan doe je die er weer overheen. Oh, wat slim. Dan heb je een beetje volume. Ja. Snap je? Ja. 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 Nou, leuk. Zal ik deze vast afdoen? Zal ik hem nog heel even laten zien? Ja. Oh. Ja, hè? Ja, dat dacht ik. Tenminste, ik heel heb mijn best gedaan. Zeker. Super. Ja, hè? Ja. En hieronder zitten dan nog een paar van die donkere en lichte. Oh ja. Ja. Maar gewoon mooi verdeeld. Ja. Niet dat dat heel erg opvalt. Heel mooi.
genuanceerd, noemen wij dat. Heel mooi, ja. Super, dankjewel. Ik ben ontzettend blij voor je. Ja, ik ook. Dit is het. Ik ben echt heel... Het voelt zo lekker, dit. Het voelt echt lekker. Lekker nieuw haar. Heerlijk. Nieuw haar, jongens. Nieuw haar. Helemaal blij. Luxie, wat vind je ervan? Hoe vind je mama? Hoe vind je mama? Ik ben jouw mama. Ik ben jouw mama, dat zie je toch nog wel? Ja. Het heeft ook wel iets van een beetje houtkleur. Ja. Snap je? Heel erg leuk. Dat je ook een beetje op de vloer hebt. Hier ja. Die mooie... Ja, maar die zijn in het najaar altijd heel erg in. Ja. De ietsjes meer... Ja. Heel erg leuk. Oh, heel blij. Houtkleur. Helemaal blij. Gewoon lekker blond. Toch ja. Heel mooi, genuanceerd. Super. En lekker kort, lekker vlot. Mooi hoor. Is het? Geweldig. Helemaal blij. Oh, het voelt zo lekker dit. Zo. Dankjewel. Ja, 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 heerlijk. Dank, ben er weer helemaal klaar voor. Dankjewel. Graag gedaan. Alsjeblieft. Het is inmiddels echt al 6:30, vet lang bij de kapper gezeten. En als het goed is moet Daniel hier ergens staan, want die haalt me op. Die was dus bij opa en oma met de kinderen. En ik rijd nu met Luxie terug naar de auto. En hopelijk zie ik Daniel hier ergens staan. Zodat we naar opa en oma of naar huis, ik weet het even niet meer, kunnen. Maar jongens, ik ben vet blij met mijn haar. Echt super cool. Nou ja, eerst even Daniel zoeken. Luxie? En Luxie krijgt een dikke duim omhoog van mama, want ze hebben het super goed gedaan bij de kapper. Hé, schatje? En jawel, jawel. De final call. Het is 6:45. En ik ben benieuwd naar mijn nieuwe vrouw. 6:45, nieuwe vrouw. Pas even wachten. Maar volgens mij is het al dubbel en dwars waard. Tadaa. Wauw. Hallo meisjes. Op naar Luan Lucilla en opa en oma. We zien er mooi uit. Nou, wij zijn inmiddels beland bij opa en oma. Het is al best wel laat, weet je, veel te laat. 7:00. Dus het is 7:00. Normaal gesproken liggen de kinderen nu al op bed. Normaal ja. Suprem voor de kinderen. Ja. Onze nieuwe man. Hey. Oh. Ik heb nog even een gelukkig afgelopen late night dinner van oma. Spinazie met een hartballetje. Ik ben blij met mijn mooie nieuwe vrouw. Mijn haar is ook klaar. Luan is klaar. Dus wij zeggen leuk dat je erbij was. Doe je de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en op ons belletje klikken. En we zien jullie morgen weer. Tot morgen. Tot morgen.